BNP Paribas Fortis stelt voor. Kijk, wat mij soms stoort bij cinema, dan zie je prachtige films, maar dan als ze dan muziek gaan gebruiken, dan doet de muziek nog een keer hetzelfde als geen dat je ziet. Dus dat is een soort dubbelop situatie. Hè? Er wordt iets versterkt dat helemaal niet hoeft versterkt te worden. En we hebben geprobeerd in Drift om de muziek te gebruiken na de acties. Na de momenten, na de keerpunten in de film. En om de muziek te gebruiken, om de mogelijkheid te geven om even wat meer afstand te nemen. Als kijker. En na te denken over wat er gebeurd is. En die momenten, ja, er zijn er niet zoveel in de film waarin dat, moet ik zeggen, nodig is om zo'n soort ankerpunt te maken. Dus vandaar dat we spaarzaam zijn met de muziek. Bovendien de muziek die Chris Dane gemaakt heeft, die fantastische job gedaan heeft daarin. Die leent zich ook niet, denk ik, om de film daarmee vol te steken. Die is eigenlijk te mooi te grabbel te gooien. Hè? Die is net door daar heel spaarzaam mee te zijn, komt die muziek veel beter binnen. Wordt die muziek belangrijk? Want wat is dat voor mijn muziek? Dat is niet iets dat op de film gelegd wordt. Eigenlijk is Chris Dane als componist mee-auteur geworden van de film. En dus elke noot dat je hoort, die moet een belang hebben. Ja? Die mag niet. Ik geloof niet zo in een soort. Ik noem het ook niet echt een soundtrack. Ik vind echt. Het zijn composities die als een soort extra stem, als een soort extra verteller aan de film zijn toegevoegd. Ja, ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.